vraag op straat. De nieuwe schijf van 5, die zegt totaal geen alcohol meer. Kan u zich daarin vinden? Ik ben heel benieuwd naar uw antwoord. Vraag op straat, vraagt het aan u. Daar heb ik geen moeite mee eigenlijk. Nee, ik sowieso denk schijf van 5 is ook voor kinderen heel belangrijk. En die mogen sowieso natuurlijk geen alcohol. Ja, vind ik eigenlijk ontzettend jammer. Want één glaasje wijn bij het eten kan ontzettend lekker zijn. En kan ook heel veel bijdragen zeg, aan het plezier van het eten samen met elkaar. En ik kan me voorstellen dat ze daarvoor kiezen. Maar één glaasje, volgens mij mag het wel. Ja, aan de ene kant wel, de andere niet. Dat moet ieder voor zich weten. Vind ik een hele goede oplossing. Ook hetzelfde een beetje met wat dat ze doen zoveel dagen zonder vlees. Dan ook alcohol. Dan een heel totaalpakket, vind ik best. Mensen worden dan ietsje alerter, een beetje bewuster. Ik drink nooit geen alcohol. Af en toe een advocaatje, maar dat is misschien maar 2 keer in het jaar. Nou, voor mij betreft mag er gerust alcohol gedronken. Waarom niet? Omdat het slecht schijnt te zijn voor je. Het kan slecht zijn, maar dan moet je wel rond de leeftijd van 12, 13, 15 of dan vind ik het slecht. Maar anders vind ik het geen probleem. Daar schrik ik wel van. Ik hou best wel van een feestje, dus geen alcohol meer, nee. Nou, ik vind dat moet er gewoon in blijven. Dat heeft daar, vind ik persoonlijk, niks mee te maken. En komt dat uit zakelijk oogpunt? Ja, kijk, weet je wat het is? We leven in een tijd dat nu was er ook weer een stukje naar voren gekomen dat bacon schijnbaar bij het asbestgedeelte hoort. Ja, kijk, als je alles gaat analyseren, dan hou je dan hou je één schijf over, denk ik. Dan moeten we met z'n allen aan de groente. En dat kan ook weer link zijn met pestine, weet ik veel hoe dat spul heet, om groente houdbaar te houden. Ja, ik ben het daar, een stukje alcohol, waarom niet?